Oké, het is een tijd geleden dat ik hier zo lekker zit flexen voor jullie. Dat ik lekker gedag heb gezegd op een enthousiaste manier. Niet op zo'n saaie, oudbollige kut manier als dit. Oeh, ik gooi bijna wat op. Hè. Zoals dit, maar. Dag jongens, welkom bij deze video. Ik zat vandaag in de bus. Ik ga gelijk gewoon lekker vertellen. Ik zat vandaag in de bus en ik dacht, weet je, ik moet toch wel. Ik heb de afgelopen half jaar, weet ik veel, afgelopen lange tijd amper wat gedaan met mijn YouTube-channel. Echt heel weinig. En ik dacht, weet je, het is misschien wel eerlijk en fair als ik. Kijk, vertel waarom is niet zo interessant. Het is gewoon, ik ben met mijn leven bezig verder buiten YouTube. Maar dat ik gewoon vertel dat ik gewoon geen motivatie, geen ambitie, geen zin heb. Heel eerlijk gezegd, geen zin heb om video's op te nemen. Gewoon, het is niks. Soms zie ik comments voorbij komen van: heb je überhaupt nog wel contact met Roy? Of leef je nog? Ben je dood? Hoe gaat het met je sociale leven? Ik ken alle jokes. I know. Maar nee, ik heb gewoon geen zin meer. Als in, weet niet, ik weet niet wat ik moet doen. Ik wil wel video's opnemen, want ik zie dan dat ik 44.000 abonnees heb en dat is niet zomaar iets. En ik heb er ook al een jaar, of langer, een jaar zelfs, heb ik er aan gedaan om dat allemaal te fixen. Maar ja, ik weet niet meer, ik vind het niet meer leuk om games op te nemen. Ik speel ook helemaal niet meer zo heel veel spellen, to be honest. Af en toe even wat Minecraft, dat vind ik wel weer leuk om te spelen. Maar, I don't know. Dus, weet ik veel. Ik weet het niet. Ik denk, ik wil wel even opheldering voor jullie nu ik deze video opneem. Ik weet niet of het voor opheldering veroor. Never mind. Maar ja. Ik weet het niet, jongens. Ik heb geen ambitie om iets te doen met mijn kanaal. Dus als je tenzij jullie nog met ideeën komen, of weet ik veel, als jullie me überhaupt begrijpen, ik ben niet zo goed in uitleggen. Ik wil het ook niet sentimenteel maken. Ik wil het helemaal niks van maken. Gewoon vertellen wat er is. Ik ga binnenkort stage lopen. Ik heb het gewoon naar mijn zin. Als in mijn leven. Heel diep. Nee, grapje. Maar hoe heet het? Ja. That's it eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ik even wilde vertellen. En sorry dat voor als je de content leuk vond. En ja, ik vond het. Ja, dat kan ik zo vertellen. Voor als je content leuk vond en er is gewoon niet meer nieuw. I don't know. Ik ga ook geen Fortnite meer doen, want ik merkte het al met de laatste periode dat ik Fortnite speelde, dat ik het gewoon niet meer naar mijn zin had. Dat ik Fortnite vond kut. Ik vond het niet meer leuk. Ik vond er niks meer aan. Het was te veranderd. Het blijft te erg veranderd. Het blijft niet steady. Dan wen je aan iets, is eruit of het verandert het weer. Ik vond het niet meer leuk. Dus jongens, sorry. Maar als jullie nog ideeën hebben, ik weet het is niet dat ik mijn kanaal ga verwijderen of stop nu. Ik ben gestopt. Maar als je niks verwacht, wees niet verrast. Want ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. GTA, dacht ik, oh, wordt ook weer leuk. Nou, verveelde ook alweer heel snel. Real life video's, ik doe niet zo heel veel speciaals om heel vaak real life video's te maken. Maar goed, jongens. Als je nog iets leuks wilt zien, vertel het me. Misschien maak ik nog wel een keer wat leuks. Wie weet, ga ik wel weer eens een keer wat met Roy doen. Wie weet, krijg ik nog een schop onder mijn kont van iemand. Dat je moet wel wat gaan doen, Maar goed, jongens, sorry voor de saaie video. Ik hoop dat de uitleg een beetje redelijk te doen was. Weet ik veel. I don't know. Ik weet echt gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik ging hier ook zitten zonder verdere gedachten. Het was dat ik in de bus zat en dacht: ik wil even aan iedereen uitleggen wat er aan de hand is. Er is niks aan de hand. Ik leef nog. Ja, ik heb nog contact met Roy. Ja, ik heb nog contact met iedereen. En ja, ik ben nog steeds stom en een nerd. En ik ben nog steeds Max. I know. Maar in ieder geval. Enjoy je verdere dag nog. Sorry voor de rare video. Ik hoop dat de uitleg een beetje ophelderend is. Ik hoop dat jullie er een beetje respect voor hebben. Anders, I don't care, fuck you. Maar goed, jongens, dankjewel. En dan zie ik jullie, weet ik veel, weer over een andere dag of zo. I don't know. Ik ga wel gewoon. Goodbye.